Ik denk dat het heel belangrijk is om dit onder de aandacht te brengen. Net alleen natuurlijk van wat ik zei, hè, voor bestaande nijzwervers. Maar ik val naar boetentaal om te laten wat wij met z'n doggen om dat die kruidenvogels zo vol mogelijk te beschermen. Ik wil dat mijn geweten hè, dat wij die kruidenvogels, dat die kruidenvoorstand achteruit gaat, dat is een feit, maar dat wil ik toch zo vol mogelijk zien te voorkomen. Maar ik snap aan de andere kant ik het verhaal van die alleenwerker die Jotland wordt weer. Die zei van we doffen alles om die nest te beschermen en achter u wordt alles opgezet. En dat is soms, ik zeg, qua techniek al wat nieuwe inzichten kregen. En vooral wat me vooral interesseerde via dat verhaal met die drones. En de AI wat er onder zit te komen en wat steeds meer ontwikkeld wordt. En daar heb ik wel vertrouwen in. Want wat wij zeggen, wij hebben een hele goede geerwerking met de vogelwacht en met de nijzwargers. Alleen ja, dat vergriest al. En het is heel belangrijk om dan ik bijvoorbeeld jeugd erbij te krijgen. En ik denk dat die vooral, ik was heel geïnteresseerd waar ze kennen in die nieuwe technieken. Want ik kan me voorstellen dat als je eigenlijk helemaal van niks wist. En dat is een boer meen, maar een grote meender. En ik denk, nou ja, dat kan wel eens heel wat misgaan. Dan moet ik weten dat er een heel verhaal achter zit. En ben ik blij dat ik in de media kom dat er, wat wij maar zo allemaal aan binnen. Wat jij erbij vind ik. Ik vind het mooi als de planning komt en juist die kruidenvogels het gloed en zo. Nou, dat vind ik wel dat erbij heeft. Dat je daar komt denken met. Die drone, daar wil ik wel een beetje van op hechten. Goed, dat was zelf ook een drone met de vogelwaard. Dat wil ik wel van op hechten, maar dat denk ik erop een meer raak. Dat is uniek voor jezelf.